Ondertussen zweten we de groenten aan voor de kreeftsaus. Het wordt een witte saus van kreeft. We snijden bleekselder, prei, een beetje shallot, een teentje knoflook. En die zweten we aan in de olijfolie. Takje tijm. Ongeveer een half glas witte wijn. Als de witwijn ongeveer voor de helft is verdampt, voegen we er wat groentebouillon aan toe. Ongeveer 3 kleine pollepels. Op het eind van het indampen van de kreeftjesaus voeg ik er fijn gesneden champignons aan toe. Om wat meer diepgang te krijgen in de bouillon. En dan beginnen we met de kreeft schoon te maken. En de schalen van de kreeft die roeien hier ook bij dat die kunnen intrekken. En dan is het saus zo goed als af op het indampen van room na. Ongeveer een half glas room opzetten. En dan tot de helft laten reduceren. Dus de staart. De schalen die gaan in de groentebouillon hier. Kop. In de kop verwijderen we natuurlijk wel de maag. Dat een bittere effect kan geven. Die gooien we er ook in. Ondertussen hebben we hier de jus van de groentebouillon hebben we de kreeftkarkassen laten intrekken. Die gaan we zeven. Zodat we als het ware de blanke bouillon overhouden met de kreeftsmaken. De ingedampte room, die hebben we ernaast staan, die brengen eerst op smaak met peper en zout. Dan voegen we ongeveer 2 lepels van deze bouillon aan toe. Als het daar een mooi licht gebonden sausje. Ik heb een beetje olijfolie doorheen gedaan en dan de ingewanden van de kreeft met het koraal. Voegen we er aan toe. En dit mixen we even door. Dan af met platte peterselie. Dat is 10 keer lekkerder dan die krulpeterselie. Dat kun je ook zo rauw eten. Die snijden we heel fijn en die voegen we er toe aan de saus.